Ja, waardebonnen van het failliete Intertoys. Ze konden gisteren voor het laatst worden ingeleverd. Het leidde in veel winkels tot lange rijen en in sommige gevallen zelfs tot agressie tegen het personeel. Ja, jij hebt net een cashière in elkaar geslagen. Dat ging er hard aan toe. Ja, heftig of niet? Ja, dat wel, maar die komt er wel overheen, denk ik. Nou, ik heb gezegd tegen die cashière, ja luister, wat ga je doen dan? Ik wil speelgoed halen en jij gaat me niet tegenhouden. En moest jij ook vechten voor je speelgoed? Nee man, ik ga niet in de fucking rij staan, weet je. Ik neem het gewoon mee, weet je. En jij, heb jij betaald voor die etui? Nee, niet echt, want ik had al mijn geld aan drugs uitgegeven. Ja, ben je bang geweest voor de kinderen? Ja, we hebben wel echt agressief kinderen gehad, ja. Ja, wel geprobeerd om ze dan rustig te krijgen. Met stroopwafels en snoepjes en stukjes taart. Maar daar werden ze eigenlijk alleen maar agressiever nog van. Ah joh, dat is een gekke huis, joh. Ik heb zelf ook een paar klappen uitgedeeld. Ah, dat hoort er een beetje bij, hè.